Hier worden Oekraïense militairen herdacht die zijn omgekomen in de oorlog tegen Rusland. De oorlog die al bijna een jaar duurt. Daarna heeft Rutte een ontmoeting met president Zelensky en andere politici van het land. Ze praten over wapenhulp van Nederland en andere landen aan Oekraïne. Het bezoek van Rutte is dus in Oekraïne, in de hoofdstad Kiev. Dat Mark Rutte helemaal naar Oekraïne reist, heeft volgens politiek verslaggever Marleen de Rooij een duidelijke bedoeling. Het is alweer bijna 1 jaar geleden dat Rusland het buurland Oekraïne binnenviel. En sindsdien heeft Nederland Oekraïne altijd gesteund, met wapens en met geld. Rutte vloog vandaag naar president Zelensky om te zeggen dat Nederland nog altijd 100% achter Oekraïne staat. En ook om te vragen wat ze nog meer nodig hebben om deze strijd te winnen. Het is voor de tweede keer dat Rutte Oekraïne bezoekt tijdens de oorlog. En dit keer krijgt hij te zien hoe een Russische raket deze elektriciteitscentrale heeft verwoest. Het bezoek van Rutte aan Oekraïne is niet zonder gevaar, want het land is in oorlog. Rutte is wel eerder in de Oekraïne geweest en dat gaat altijd in het diepste geheim. Niemand weet van tevoren dat hij daar naartoe gaat, zodat ook de Russen er niet achter komen. Natuurlijk zitten daar gevaren aan vast, er is immers een oorlog gaande, maar er wordt goed onderzocht of het vandaag ook echt veilig is om daar te zijn. Want, zo zegt het kabinet, het is altijd beter om elkaar ook echt even persoonlijk te zien dan alleen maar video te bellen. Na het gesprek met president Zelensky zegt Mark Rutte dit. And at the same time, we realize that you're also fighting for us. Because it is also our freedom and security, our values and our way of life which is at stake here. And therefore there can be no doubt that we, the Netherlands, remains committed to supporting Ukraine. Binnenkort zal Nederland ongeveer 100 Leopard tanks aan Oekraïne geven. Als steun in de strijd tegen Rusland dus.